Mohlo bychom se embalovat do penzí. Dames en heren, jongens, meisjes, het is dan eindelijk zover. De kanalen beoordelen, episode 30, oftewel de special. Klik nog niet weg mocht je dat van plan zijn of ga nog niet zappen naar of je eigen kanaal ziet. Ik moet namelijk 3 enorm belangrijke dingen vertellen over deze video, dus blijf zeker eventjes kijken. Belangrijk ding, dinges nummer 1. Ik heb helaas niet genoeg tijd om alle kanalen in 1 episode te kijken. Dit betekent dat wij tot episode 15 zullen doorgaan en de andere 15 kanalen of de 15 episodes herbekijken in de volgende episode, die dus volgende maandag zou zijn bij episode 31. Het tweede is dat ik heel erg kort naar de kanalen ga kijken. Helaas heb ik niet meer tijd om ook video's te gaan checken. Ik ga alleen even naar je kanaal kijken hoe je er nu voor staat, hoeveel abonnees je erbij hebt gekregen, wat je laatste video is, etc. En nummer 3, misschien is er niet al te veel edits in deze video, maar wederom, het is een special en jullie wouden dit heel graag. Dus we gaan het doen, maar ik heb misschien niet genoeg tijd om te editen. Dus, een eerlijke tip van mij naar jullie. Het gaat misschien niet een hele interessante video worden om te kijken. Het gaat voornamelijk interessant zijn als je in deze video zelf zit. Dus ik zou het snappen wanneer je probeert te zoeken of je zelf ziet dat kijkt en weggaat. Vind je het nou wel leuk om dit allemaal te bekijken? Ik zou zeggen, hartstikke top, blijf lekker kijken. Maar ja, sorry als dit een video is die je wat minder interessant vindt. Ik heb in ieder geval enorm veel kanalen die er vandaag wel in zitten. Dus we gaan even kijken hoe hun het hebben gedaan deze, jaar dat wij deze serie hebben gedaan. We beginnen bij het begin en we gaan langzaam door naar het einde. Oh ja, nog een klein ding voordat we beginnen. Ik heb niet iedereen erbij gezet. Waarom? Dat is nog heel belangrijk. Dat komt omdat ik ook heel erg veel mensen heb die zeg maar die ik heb beoordeeld en daarna nooit meer zijn gekomen. Die ga ik nu niet bekijken, want hun kijken deze video niet en ik kijk hun video's niet. Dus dan is het ook niet echt, ja, dan ga ik ze er niet in zetten. Heb ik je nou per ongeluk overgeslagen omdat je nooit een comment achterlaat? Laat het weten, dan kom jij gewoon nog in episode 2. Dus ja, drop een like en let's go. Oké, we zitten hier bij Altijd Levi. En Altijd Levi is als een van de eerste aan de beurt gekomen, als ik het goed heb. Hij heeft momenteel 163 abonnees, dus dat is lekker. Ik wist trouwens niet dat je populaire upload dit is, maar ja, het is een jaar geleden, dus de tijd dat ik je voor het laatst bekeek, zou dat als het goed is al gehad moeten hebben. Even kijken, een week geleden, dus je bent nog wel gewoon lekker aan het uploaden, dat is nice. Heb je nog een hit gehad in de tijd dat ik je bekeken heb? Volgens mij was het iets van 10 maanden geleden. Nee, oké, dat helaas niet, maar dat is oké. Is je thumbnailstijl verbeterd? Vanaf hier en hier denk ik het wel. Je thumbnailstijl is in ieder geval een stuk beter geworden, dus dat is heel erg nice. Ik weet niet hoeveel abonnees je had toen ik je bekeek. Volgens mij wel al boven de 100. Dus daarmee iets van 63 abonnees omhoog gaan. Dat is niet heel veel, maar het is toch redelijk wat. Handen mee ontmoeten, reactie. Nou, het ziet er in ieder geval tof uit. Je design is nog steeds hetzelfde. Maar over het algemeen ben je gewoon nog lekker bezig. En ja, misschien wat actiever gaan uploaden weer. Maar voor de rest, toppie. Dan hebben we nu Praatdag en dit is zo'n OG. Deze heb ik echt heel lang geleden gedaan. Ik heb alleen niet heel veel om te doen. Hij heeft namelijk al zijn video's verwijderd. Of is dit Praatdag? Nee, dit is niet Praatdag, of wel? Nee, volgens mij is dit niet... Ja, dit is wel Praatdag, sorry. Oké, nou, hij heeft zijn naam veranderd. Maar op de banner staat nog wel Praatdag. Dus hij heeft een... sinds de laatste keer dat ik hem bekeken heeft hij zijn hele kanaal veranderd. En hij is nog niet opnieuw begonnen. Dus niet heel veel over te zeggen. Maar ja, ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Als je nog gaat beginnen. Dan hebben we nu Staaf. Staaf heb ik als een van de eerste bekeken. En hij is nog steeds super actief op het kanaal. Dus dat vind ik hartstikke top. Ja, hij heeft de 100 abonnees gehaald. Volgens mij had hij dat nog niet toen ik hem voor het laatst bekeek. Dus dat is nice. In de tijd dat ik jou heb bekeken heb jij een nieuwe populaire upload gekregen. Namelijk vlog 1. Dit verdien ik met YouTube. En je hebt Jeremy reageerd op mijn video. Dus je hebt best wel veel... beroemde video's geüpload voor je kanaal in deze tijd. Wat ik ook had gezien, even kijken, dit is misschien wel leuk om te laten zien, want dit is wanneer ik jou had beoordeeld. Oh, heb je die verwijderd? Bij de Misspuck District, maar die heb je misschien verwijderd, dat kan. Maar goed, die stond ergens op je kanaal, dat was wanneer ik je zeg maar voor het eerst bekeek. Maar goed, je bent dus gewoon nog steeds lekker aan het uploaden. Nog steeds een beetje hetzelfde, Pokémon en Brawlhalla. Dus ja, dat is allemaal nog leuk. Ja, je uploadt nu wat minder random dingen. Je hebt meer een beetje wat, ja, het staat wat meer vast wat je uploadt. Ook is je banner veranderd sinds de laatste keer dat ik bij was. Toen had je in gele nog wat. Dus je hebt zeker een upgrade hierin gemaakt.
En je hebt nu ook je social media en je social blade. Dus je bent zeker vooruit gegaan, dus lekker bezig. Adventure Gaming, zijn kanaal is echt volledig veranderd. De laatste keer dat ik hem bekeek had hij, als het goed is, een Fortnite banner. Nu heeft hij een FIFA banner. Ook uploadt hij niet alleen maar Fortnite, zoals de eerste keer dat ik hem bekeek. Ook doet hij nu af en toe FIFA streams, dat kan je hier niet zien, maar dat weet ik toevallig. Ook heeft hij de 100 abonnees gehaald, dus gefeliciteerd. Hij is helaas nu wel inactief, maar ik ken hem en ik weet dat hij binnenkort weer doorgaat, dus dat is nice. Nu we het er toch over hebben, je hebt ook een nieuw logo, dus daar ben je ook lekker mee aan de slag geweest. Dus ja, nogmaals gefeliciteerd met 100 abonnees. Je hebt niet stilgezeten en hopelijk ga je binnenkort weer uploaden. Dan hebben we hier gekke gameplay. Volgens mij ben jij best wel veel vooruit gekomen. De laatste keer dat ik je bekeek had je iets van 200 abonnees. Dus ja, dat is heel tof gegaan. Ook ben je nog steeds reet actief. Je hebt op een dag heb je 4 dingen geüpload. Dus dat is echt insane. Heb je ook nog populaire uploads? Ja, dat is gewoon nog dezelfde van 2 jaar geleden. Jouw introductievideo. Dus dat is prima. Oh, je hebt hier je trainer? Was dat al zo? Ah, ik weet het niet. Maar ja, je hebt wel nog steeds dezelfde banner. Maar dat maakt niet heel erg veel uit. En ja, ik sta nog steeds bij je dingen, dus je bent echt een strijder. Niet heel erg veel veranderd hier. Je bent gewoon nog steeds lekker doorgegaan. Je bent langzamerhand gewoon bezig groeien. Geen gigantische veranderingen. En het is uiteraard niet bepaald als slecht iets. Dus lekker bezig. BuzzFreak Official is iemand die heel erg actief was op mijn kanaal. Nu wat minder. Ik heb hem alsnog in de video gedaan, omdat ik weet dat hij zo hier en daar nog kijkt. En hij was een van de eerste kanalen die ik had bekeken. Ook hier heb ik niet heel veel over te zeggen, er is namelijk niks veranderd. Dit zijn de video's die online staan toen ik je voor de eerste keer bekeek. En dit heb je nog steeds. Voor de rest heb je ook dezelfde banner, dezelfde checklist, hetzelfde aantal abonnees. Dus er is eigenlijk niks veranderd. Maar het pluspunt is, er is ook niks slechter geworden. Dus dat is nice. Dus ja, hopelijk is er binnenkort weer wat echt wat ik kan bekijken. Maar voor nu, ja, lekker bezig en hopelijk horen we nog eens wat muziek van je. Hier hebben we GNL en ook met hem is een... narigheidje gebeurd. Hij heeft ook geen tijd meer om te uploaden. Of om voor mij te designen. Dus dat is allemaal heel erg jammer. Dit betekent dus wel inderdaad dat hij niet meer zo actief uploadt. Als dat hij deed toen ik hem voor het eerst ging bekijken. Wel heeft hij blijkbaar een week geleden alweer wat geüpload. Dus dat gaan we dadelijk wel even checken. Dat wist ik niet eens. Hij heeft ook niet heel erg veel abonnees erbij gekregen. Uiteraard wel wat. Maar ja, omdat hij dus wat inactief was, niet heel erg veel. Ik sta nog steeds bij zijn strijders. Dus dat is heel erg aardig. Dankjewel nogmaals. Als het goed is, staat ook mijn designvideo. Ja, zie, hier heb je nog steeds mijn designvideo online staan. Dus dat is heel erg top. En ja, heel erg bedankt. Voor de rest heb je ook je design nog steeds hetzelfde. Ga weg. Ik moet dat echt een keer fixen, jeet. Voor de rest is je design ook nog steeds hetzelfde. Maar dat is ook gewoon prima. Ik vind het ook gewoon een hele mooie banner. Dus ja, lekker bezig bro. Ga zo door. Althans, ga hopelijk weer actief uploaden. Zou vet zijn. Dan tenslotte game... Nou, niet tenslotte. We gaan natuurlijk nog even door. We zijn nog lang niet klaar. Gamen met Stijn. 508 abonnees, dus ja, toen ik je beoordeelde had je iets van 400. Dus gefeliciteerd met de 5. Hier heb je een 12 uur stream gedaan, ik was daar een gedeelte bij. De reden waarom je niet de 12 uur hebt gehaald was echt heel erg vervelend. Ik weet niet of ik het mag zeggen, dus voor nu zeg ik het gewoon eventjes niet. Maar de meeste mensen weten het waarschijnlijk wel, dus dat is heel erg jammer. En ja, je bent ook nog gewoon lekker nog steeds actief geweest. Je hebt nog steeds dezelfde banner, of ik weet eigenlijk niet. Had je deze banner al toen ik je bekeek? Goed, je hebt in ieder geval een banner van Zirrox gekregen met 3D, dus deze is wel heel tof. En ja, ik zou ook nog steeds bij toffe kanalen, wat natuurlijk heel erg aardig is. En ik ben nog steeds geabonneerd, dus heel veel is hier ook niet veranderd. Stijn is gewoon lekker bezig geweest, hij heeft zijn ups en downs gehad. Volgens mij is hij nu redelijk actief, dus dat is heel erg leuk. Dus ja, ga gewoon lekker zo door. It's Gaming NL XD. Ja, ook hij is redelijk OG, is een van de eerste die is bekeken en is nog steeds redelijk actief. Ja, hij is nog steeds redelijk actief op zijn eigen kanaal en op mijn kanaal, dus dat is leuk. Hij is net terug van kamp en hij heeft direct gestreamd toen hij terug was. En het heet ook I'm Back From Camp. Een beetje Engels en een beetje Nederlands, kan normaal. En dat was een best wel lange livestream van bijna 3 uur, dus dat is leuk. Nee, volgens mij heb je nog steeds dezelfde banner en dezelfde logo. Je bent wel omhoog gegaan in subs, dat kan niet anders, want je hebt nu al bijna de 1000. Wel jammer dat je nog niet de 1000 had, anders zou dat natuurlijk wel heel vet zijn geweest nu. Maar goed, hè, shit happens en... gefeliciteerd met bijna de 1000. Hopelijk ben ik erbij wanneer je het haalt. Ja, je bent gewoon nog lekker aan het uploaden. Volgens mij heb je nog dezelfde thumbnail stijl. En ik vond hem al best vet toen ik je voor het eerst bekeek. Dus dan betekent het ook dat het gewoon prima is. Chillstream, is dit niet een thumbnail van het internet? Nou goed, dit is ook van 6 maanden geleden, dus het maakt niet heel veel uit. Dus 3 weken geleden heb je de 900 gehaald. Oké, goed om te weten. Dan heb je dus binnen 3 weken 48 abonnees. En dat is best rap, dus lekker bezig. En hopelijk ja, hoor ik snel weer wat van je. Oh jongens, onze OG, Super Splinter. Helaas is in de tijd dat ik hem had bekeken tot nu, is hij gestopt met YouTube al 4 weken. Eigenlijk 5 maanden, maar hij heeft hier pas een definitief einde erachter gezet met zijn laatste stream van 19 minuten.
Dus ja, het is natuurlijk heel erg jammer dat je bent gestopt, bro. Ik vond het altijd leuk om af en toe naar je video's te kijken. En ja, goed, je weet dat ik echt een Kingdom fanboy ben. En je was altijd lekker Kingdom aan het doen en zo, en Minecraft. En ik vond het altijd heel leuk om te kijken. Jammer dat je bent gestopt, heb ik natuurlijk wel gewoon respect voor. Dus ja, hier kunnen we ook verder niet heel veel meer over zeggen. Bedankt dat je altijd nog steeds bij het kanaal bent, vind ik hartstikke gezellig. En een mooie afsluiting met de 22 abonnees. Nog steeds mij bij de zeker ook bekijken, dus dat is heel lief. En ja, een mooie laatste stream voor jouw kanaal. Hopelijk maak je ooit nog je return, maar voor nu neem zo lang als je nodig hebt. En een Stube, nog een OG. Wat een OG's jongens, leuk om dit te doen. Ja, ook een van de eerste die ik heb bekeken. Je hebt toen beloofd dat je actief zou zijn. Kijk, deze van 10 maanden geleden, toen had ik je bekeken bij je 100 abonnees. Dus toen had ik je gefeliciteerd. Nou, toen was je 4 maanden inactief en toen uploadde je een video, ik ben terug. Toen heb je 2 maanden weer niks gedaan en toen heb je blijkbaar weer een nieuwe video geüpload. Die heb ik dus gemist, dus ik ga meteen even een comment achterlaten. Wauw, je bent weer actief, weet je. Ik wist het niet eens. Oké, wacht even. Wauw, je bent weer actief. Soort van. hij is niet bepaald actief. Soort van, XD. Dus ja, ik wist niet eens dat hij me ging uploaden. Dit is ook alweer 2 maanden geleden natuurlijk. Dus hij is niet bepaald actief. Maar hij heeft weer iets gedaan, dus dat is leuk. Maar ik ben nog niet geabonneerd. Daar moeten we even verandering in maken. Nu ik weet dat je weer uploadt, ben ik daar zeker nieuwsgierig naar. Maar goed, hopelijk kan je langzamerhand weer video's maken. Je hebt nog wel dezelfde banner en thumbnail. Logo bedoel ik. Maar ja, die vond ik altijd al best vet. Dus geen reden om die te veranderen. En ja, je thumbnail stijl is nog steeds hetzelfde. En die vond ik altijd wel leuk. Dus dat is allemaal prima. Dus hopelijk kan je weer lekker uploaden. En nogmaals bedankt dat ook jij zo vroeg bij deze serie was en nog steeds mijn kanaal volgt. Ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel. MM Cookie Gamer, deze kennen we natuurlijk ook allemaal. Hij kijkt mijn video's volgens mij niet heel erg vaak meer. Maar hij was er echt een hele lange poos. Ik weet niet of hij nu nog steeds kijkt. En ook hij was een van de eerste die ik heb gekeken. Dus ik ga gewoon even een recap doen. Zijn banner is hetzelfde, zijn logo is hetzelfde. Volgens mij heeft hij hetzelfde aantal abonnees zo goed als. Hij uploadt wel nog steeds redelijk actief. Hij heeft laatst een stream gedaan. Fortnite Battle Royale met giveaways, dus dat is leuk. En ja, hij heeft ook gewoon nog steeds dezelfde populaire upload. Dus niet heel erg veel veranderd. Ik sta ook nog steeds tussen zijn leuke kanaaltjes. Thanks. Dus ja, niet heel veel veranderd. Maar soms is het ook helemaal niet zo erg als er niet veel verandert op een kanaal. Want het kan namelijk dan altijd slechter. En ja, ik bedoel, je banner en logo zien er al gewoon leuk uit, zoals ik al in de eerste keer had gezegd. Dus ja, ook geen reden om die te veranderen. Nog steeds lekker bezig en mijn Cookie Gamer. En ga vooral lekker zo door. Nou, nu zijn we aangekomen bij onze boy Closely met onze Gotha.io games. Ik weet niet of hij nog actief is op dit kanaal, volgens mij wel. Ja, hij heeft een week geleden nog geüpload. Dus hij is overgestapt naar volgens mij Fortnite, ik weet niet zeker. Maar ja, dat is prima, dus dat is in ieder geval een verandering. Ook heb je, als ik het goed heb, een nieuwe banner, maar wel nog hetzelfde logo. Verbeterd als ik het fout heb. En je bent wel wat omhoog gegaan met abonnees, je hebt nu bijna de 300. Ik sta nog steeds bij je bazen, dus dat is heel erg nice, dankjewel. Ja, je thumbnails zijn wat meer naar beneden gegaan. Althans, in ieder geval met je laatste upload, maar dat maakt niet heel veel uit. Misschien moet je gewoon even wennen aan de nieuwe Fortnite-stijl, dat kan. En ja, je Twitter staat er ook gewoon nog steeds bij. Dus over het algemeen hetzelfde, alleen wat designveranderingen en contentveranderingen. Maar dat is prima, een beetje variatie is ook leuk. Dus ja, veranderingen zijn goed ingesteld. Lekker bezig. Oké, even een kleine knip in de video, omdat ik even de nieuwe kanalen moest klaarzetten. Maar we gaan gewoon weer lekker door. We zijn nu bij Dion Bot aangekomen. Hij heeft nu 264 abonnees. Ik kan me oprecht niet meer herinneren wat hij had voordat wij hier zijn aangekomen. Dus het spijt me daarvoor. Ik weet in ieder geval wel dat je volgens mij nog dezelfde banner hebt als ik het goed heb. Maar je logo is wel anders. Of heb je het allebei veranderd? Ik weet het niet. Het ziet er hier nog gewoon vet uit. Je bent nog lekker actief aan het uploaden met dezelfde thumbnail-stijl. Dus dat is nice. Je laatste video heeft lekker veel views, dus dat is dope. Heb je nou een parodie gemaakt? Sorry, dat moet ik bekijken. Wacht even. Wacht, ik heb het al gezien. Hoe kan ik dit vergeten zijn? Jeet. Oh my god, oké. Ik ga het verder niet spoilen, maar als je het zelf wilt kijken, gaan we naar Dion Bot. Oh my god. Oké, dat ga ik hierna even kijken. Shit. Ja, niet heel veel veranderd. Nog steeds lekker bezig. Abonnees wat omhoog gegaan, dus dat is nice. LTeddy, ook een hele trouwe kijker, als een van de eerste bekeken. Dus ja, we kunnen niks anders dan even zijn kanaal reviewen. Helaas uploadt hij niet meer actief. Hij was heel actief zoals je kon zien, echt gewoon een goed schema. Maar nu heeft hij al een dikke maand niks meer geüpload. En dat is jammer, hopelijk gaat hij binnenkort weer beginnen. Jullie waren toch diegene met die vakantiestreams? Ja, in de herfst, lentevakantie of zo, als je dat zo noemt, was hij echt gigantisch actief, dus dat was heel erg nice. Helaas nu niet meer, hopelijk komt dat nog terug. Jullie zijn een teamkanaal, dus in principe kunnen jullie volgens mij, jullie zijn teamkanaal? Volgens mij wel. Jullie kunnen volgens mij redelijk multitasken, dat de een edit of zo en de ander dat doet beetje, dus dat kan best. Op dit kanaal is echt enorm veel gebeurd.
Hij is namelijk inactief gegaan, maar ik weet dat hij er nu weer is. Volgens mij gaat hij ook weer beginnen met het kanaal. Dat weet ik niet 100% zeker, though. Volgens mij wel. Hij is in ieder geval dus inactief gegaan. Hij heeft wel abonnees erbij gekregen in de tijd dat hij nog wel actief was. Ik vond deze thumbnail, deze vind ik eigenlijk best vet. Dus ja, hier heeft hij de Ik ga stoppen update video gedaan. Hier heeft hij een paar keer nog gestreamd en toen is hij echt gaan stoppen. Ik weet niet of hij terugkomt, oprecht niet. Ik weet wel dat je banner wat is veranderd. Volgens mij, als ik het goed heb. Je logo niet, maar ik vind het nog steeds allemaal heel erg tof. Ik zeg dit niet omdat ik mijn video moet vullen, want ik heb eigenlijk gewoon te weinig tijd. Dus ik doe dit niet omdat ik het wil vullen ofzo. Maar oprecht, ik vond het altijd heel erg leuk wanneer je een video uploadde. Ik ga eerlijk zijn, die video's van 12 minuten keek ik nooit helemaal. Maar ik keek altijd een stukje en ik vond het altijd heel erg gezellig. Je stak altijd best veel tijd in die video's. En wanneer je samen met je vrienden speelde, was het altijd heel erg gezellig. En ik persoonlijk zou het tof vinden als je terug zou komen. Maar ja, vind je het niet meer leuk, heb je privé redenen, dan moet je dat voornamelijk ook echt niet gaan doen. Ik ben de Ik ga stoppen video een klein beetje vergeten, dus de reden weet ik niet meer echt. Maar ja, we hopen dat je terugkomt en zo niet, dan niet. En als je een pauze neemt, neem alle tijd die je nodig hebt. Zodra je terugkomt, dan ben ik er gewoon weer om je. Dan nu Xevo. Ook met hem heb ik redelijk veel contact gehad nog. Hij is inactief gegaan, maar ik bedoel, hij was al inactief toen ik hem ging beoordelen als eerste keer. Hij is later ook nog staf geworden op onze Discord server en op mijn chatmod. Dus ja, hij is ook gewoon best actief geweest bij de video's. Dus ik heb hem echt nog wel gesproken, maar hij is verder niet meer doorgegaan met zijn kanaal. En alles is dan ook hetzelfde gebleven. Er is helaas niet heel veel voor mij om te bekijken nu. Maar ja, wie weet gaat hij ooit nog eens door met zijn kanaal. En tot nu toe ziet je designer gewoon nog net zo mooi uit als de vorige keer dat ik bij hem ging kijken. Dit is een hele OG. Ik denk niet dat hij momenteel de video's nog kijkt. Maar ik heb hem ooit beoordeeld en hij was altijd heel erg actief. Dus ja, we gaan hem alsnog even recappen. Volgens mij had hij nog niet de hond. Nee, volgens mij had hij iets van 82 abonnees toen we het voor het eerst bekeken. Dus alvast even mijn oprechte. Hoe zeg je dat? Niet excuses. Nee, dat niet. Maar mijn complimenten voor jouw 100 abonnees. Hopelijk geniet je ervan. Je bent helaas echt al een hele poos inactief. Dus het lijkt me logisch dat je al iets van 108 abonnees had. En dat je een beetje naar beneden bent gegaan hierdoor. Maar wie weet kom je ooit weer terug. Jammer om zoveel kanalen te zien stoppen. In de tijd dat ik gewoon kanalen beoordelen heb gedaan. Gelukkig zijn er ook heel erg veel wel doorgegaan. Maar ja, jammer dat je bent gestopt. En hopelijk kom je ooit nog terug. Dan nu Melvin Gamer. Ook hij is gewoon nog steeds actief op het kanaal. Dus dat is leuk. Hij was ergens in het midden kanalen beoordelen serie. En ook hij is helaas inactief gegaan. Hij was sowieso niet mega actief aan het uploaden toen ik hem bekeek. Maar ja, toen uploadde hij nog wat. Dus dat is jammer. Ook wederom weet ik bij jou niet of je terug gaat komen. Zo ja, zou tof zijn. Zo nee, dan ja, heb je daar waarschijnlijk je goede redenen voor. Je bent in ieder geval wat omhoog gegaan in abonnees. Je hebt nog steeds dezelfde leuke banner. En ja, je laatste video is gewoon goed bekeken. Waarschijnlijk omdat het dus ook je laatste video was. Oh, wacht, dat is een stream. Oké, sorry. Maakt niet uit. Ja, hopelijk kom je nog terug. Hou me op de hoogte. DoTuber is gelukkig niet gestopt. Hij is wel gestopt. Oh, wacht. Dit is de verkeerde kanaal. Nee. Ik zit op het verkeerde kanaal. Wacht. Hey, 1 seconde. Ik wou net zeggen, DoTuber is gestopt. Wat? Holy shit. Nee, maar hij heeft dus een nieuw kanaal gemaakt. Dus dat is een grote verandering. Hij heeft zijn kanaal heel snel opgebouwd. En hij heeft nu al bijna 150 abonnees. Dus dat is heel erg tof. Ja, zijn banner en logo zijn gewoon een stuk beter geworden. En hier is hij natuurlijk nog wel gewoon heel erg actief op. Hij heeft mijn gastvrouw ook een stukje geüpload. Omdat ik inderdaad maar een heel klein stukje liet zien. Het was gewoon een heel goed geëdite video. Dus dat is nice. Volgens mij inderdaad zijn de comments erop heel erg positief. Ja. Deze ja-patatzak die heeft letterlijk deze comment ook op mijn video gedaan. I don't know why. Maakt niet zoveel uit. Ja. Lekker bezig. En hier heb je dus ook een vlog gedaan. Dus ja, lekker bezig man. Jij bent een van de kanalen waarvan ik echt een groei zie. Tot nu toe althans. Ik zie echt dat jij heel erg bezig bent geweest. Je hebt een heel kanaal afgesloten. Een heel nieuw kanaal opgestart. Nieuwe design, nieuw soort content, nieuwe thumbnails. En je bent helemaal tot 131 abonnees gekomen. Je hele community is er nog en is groter geworden. En je hebt laatst nog een gastrol voor mij weten te maken. Dus complimenten daarvoor. Respect. En hopelijk ga je nog lekker door. XJesse natuurlijk, jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Hij heeft in deze tijd de 2000 abonnees gehaald. En ja, hij is gewoon nog steeds lekker bezig. Ik kan niet heel veel over hem vertellen. Hij heeft niet heel erg veel iets anders gedaan. Hij heeft wel net een video geüpload genaamd Ik heb jullie hulp nodig. Ik ben benieuwd wat dit is. Yo, kijkers. Even het overreacten. Het hebben we gehad. Dit is Oké, dus het gaat gewoon waarschijnlijk. Ik ga het niet helemaal kijken, maar zoiets als mijn channel gaat dood helpt me. I don't know. Ik weet niet of dat het geval is, maar zo, ja, het is zomer, dus deal with it. Tom R Gaming, nog een OG. Wat super tof om je erbij te hebben.
Ik ben volgens mij uit je squad gehaald. Of als ik er überhaupt in zat. I don't know. Maakt me ook niet zoveel uit. Je bent echt een strijder. En ik vond het altijd super tof dat je bij het kanaal was. Ik weet niet of je nog steeds kijkt. Je was er in ieder geval echt maanden. Je bent ook inactief gegaan. Dus je bent ook wat minder te vinden op YouTube. Dus dat is gewoon jammer. Maar ja, hopelijk kom ik gewoon nog een keertje terug. Ik zie in ieder geval wel dat je nog steeds je mooie design hebt. Die moet je ook nooit weghalen. Deze is echt fantastisch. Tenzij je een betere kan maken. En ja, jammer dat je inactief bent gegaan. Hopelijk kom je ooit nog terug. Ja, het is wat ik tegen iedereen een beetje zeg die stopt met uploaden. Ik vind het heel jammer om te zien. Maar ja, weet je, dat is... That's life. Jorrit Games S, die is... is hij inactief? Kind of, niet helemaal. Hij heeft niet gezegd dat hij stopt. Hij heeft niet heel erg lang geleden voor het laatst geüpload. Maar hij uploadt niet heel erg actief meer. Dit kan namelijk ook te maken hebben met toetsweek. Dus ik ga niet zeggen dat hij inactief is gegaan. Zijn laatste video heeft best wel veel views gekregen. Dus dat is nice. Je abonnees zijn omhoog gegaan. De laatste keer dat ik je bekeken had je volgens mij 1100 of iets. Je popular upload is nog steeds hetzelfde. De banner is hetzelfde. Ik sta nog steeds bij maatjes. Dankjewel daarvoor. Ja, volgens mij niet heel erg veel veranderd. Je kanaal ziet er gewoon nog steeds goed uit. Hopelijk ga je binnenkort weer actiever uploaden. Maar volgens mij ben je ook gewoon nog actief. Dus maakt niet heel veel uit. Lekker bezig. Nu gaan we Too Good To Get bekijken, oftewel Brand XD. Ook hij heeft zijn kanaal in deze tijd verwijderd, een nieuwe opgemaakt, opgesticht. Dus ja, ook hier is veel verandering geweest. Ik ga even kijken of hij video's heeft geüpload. Volgens mij nog niet, hij moet nog beginnen. Hij heeft in ieder geval 40 abonnees, dus dat is nice. Nee, zie, hij heeft het niet. Er is niet heel erg veel van mij om te bekijken. Alleen je nieuwe designen, dat is redelijk. Je logo past er niet echt bij, maar ook dit is wel tof. Ik vind het wel grappig om te zien dat je hier Too Good To Get hebt. En dan heb je hier je XD. En bij elkaar vormt het je naam. Dus dat is wel geinig. En ja, ik zei, ja, binnenkort video's. We zitten er allemaal op te wachten. Ben benieuwd. Dit was het dan, dames en heren. Dit waren de soort van nog steeds actieve mensen. Die ik van episode 0 tot episode 15 heb beoordeeld. Volgende maandag zal ik doorgaan van episode 15 naar episode 30. Dus dan zullen al die mensen die in die periode geweest zijn ook aan de beurt komen. En de mensen die ik nu per ongeluk heb overgeslagen. Als ik het in die tijd niet haal, dan kan het zijn dat ik het nog een episode van maak. Maar ga daar maar niet van uit. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Video is al veel te lang geworden. Drop een like. Laat een comment achter. En ja, laters. Joejoe.